Melle, 1-0 verlies bij RKC. Waar ging het mis in jouw ogen vandaag? De eerste 25 minuten, denk ik. Je speelt niet zoals je graag wil spelen en dan kom je 1-0 achter. En dan uiteindelijk is het gewoon tegenhouden voor RKC en voor ons. Moesten wij de goal maken? We hebben niet genoeg laten zien dat we die goal konden maken. Hoe kan het dan dat je eigenlijk dan in de eerste 25 minuten al die wedstrijd helemaal weggeeft? Ja, ik denk dat het niet dat we het helemaal weggeven. Ik denk dat het gewoon is dat RKC gewoon heel efficiënt is. En zij hebben die goal kunnen maken en wij niet uiteindelijk. Maar wij moesten gewoon sneller die oplossing vinden hoe we wel meer in die wedstrijd kwamen. Wat waren dan voor jullie die oplossingen die vooraf overigens waarschijnlijk wel zijn besproken? Ja, uiteindelijk bespreek je een plan. Maar natuurlijk, teams gaan daar ook iets voor op verzinnen. En RKC deed het gewoon uiteindelijk goed in de eerste 20 minuten dat ze er onderuit kwamen. En wij moesten daar gewoon iets in omzetten. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. En dat was denk ik ook de kantelpunt na die 25 minuten dat we uiteindelijk ook in die wedstrijd komen. Alleen, goals veranderen wedstrijden en dat hebben we niet kunnen doen vandaag. De laatste fase dring je wel wat meer aan als ploeg. Hoe probeer je dat vanuit in jouw positie het middenveld dan aan te sturen? Ja, het is gewoon dat je die bal houdt voor de ploeg. En niet dat je na één aanval dat die bal weer weg is en dat je achter de bal aan moet gaan. Een beetje die controle houden en uiteindelijk die bal rond laten gaan. En je moet je sterkste spelers in hun kracht laten komen. En dat probeer je dan. Alleen, je kan ook zoveel doen totdat de anderen ook een actie of iets moet maken, want ik speel dan wel meer verdedigend. Alleen, ja, voor mij is het zorgen dat je die controle houdt en uiteindelijk die bal rond laat gaan, dat je wel een kans kan creëren. Na vanavond zijn Emmen en Excelsior op gelijke hoogte gekomen qua punten. Hoe kijk je naar die situatie? Ik bedoel, je krijgt er nog best wel wat in eigen huis van de onderste ploegen. Ja, klopt. Het ligt nog in onze eigen handen. Dus voor ons moeten we alleen naar onszelf kijken en niet te veel naar de anderen. Nog even tot slot, je keerde vandaag volgens mij voor het eerst terug in een ander shirt hier in Waalwijk. Hoe was dat voor jou? Ja, gek uiteindelijk. Ik heb hier lang gespeeld, dus het was wel gek. Alleen, ja, heel teleurstellend dat je hier verliest eigenlijk. Dus je kan dan eigenlijk niet zo genieten van zo'n terugkeer? Nee, eigenlijk niet.